Ik ben Gerrit Jansen van de provincie Noord-Holland. We staan hier bij de Zaanbrug. Samen met de gemeente Wormerland, de gemeente Zaanstad, gaan wij hier achter een nieuwe brug bouwen. De brug is inmiddels 60 jaar oud, voldoet echt niet meer aan de eisen van deze tijd en is echt aan vervanging toe. Daarnaast is die ook een beetje te smal en daarom willen wij de nieuwe brug ook breder maken, zodat de schepen er sneller doorheen kunnen. Het wordt een traditionele ophaalbrug, rank en slank, zoals de oude brug. Onze aanpak is erop gericht om zo min mogelijk bouwhinder te veroorzaken tijdens de bouw. Nou, een van de maatregelen die we daarvoor treffen is dat we het transport van de materialen zoveel mogelijk over water laten lopen. Hiermee voorkomen wij dus extra bouwtransport over de weg. En dat komt ook de veiligheid ten goede. Ik ben Willem Fontijn, omgevingsmanager voor het project Zaanbrug. We staan hier voor een uitdagend project, de vervanging van de Zaanbrug, wat impact heeft op de omgeving. Ondernemers, horeca, bedrijven, bewoners, scheepvaart en de recreatievaart. Mijn taak is om aan de voorkant van dit project alle belangen in beeld te brengen en die belangen te verenigen met de belangen van het project. We betrekken de bewoners en ondernemers actief bij het proces, onder andere via de campagne Mijn Zaanbrug, waar we ondernemers en bewoners hebben laten meedenken over de vormgeving van de brug. Ik ben tevreden als de overlast en de gevolgen van de omgeving hebben weten te beperken en dat er zometeen een mooie nieuwe brug ligt.